Hey gasten van Het Gamekje, heel leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over 5R. En ik sta hier gewoon in een oude map van mij. Ik moet deze video namelijk nog eens een keer overdoen. Want ik had het erover. Ik heb een hele video gemaakt waar ik ging praten over 5R. En dan was ik zo'n nep 5R gejoined. En die was best wel slecht. Toen kwam ik wat dingen tegen vanuit deze map. En ik denk, nou weet je, ik doe hem gewoon opnieuw. En we gaan het er gewoon over hebben. Ik had namelijk nog muziek op de achtergrond aanstaan. En dat hoorde je best wel hard door de video heen. En daarnaast is het copyright. Dus dat kon ik niet gebruiken helaas. Dus ik moest hem even opnieuw opnemen. Maar goed, vandaag gaan we het hebben over 5R. En we gaan het eens even kijken. Oh joh, dit is nog gewoon de gekke wapendealer. En we gaan het eens hebben over wat is er op dit moment gaande. En hoe en wat zit er allemaal in... Ik zit even te kijken of ik nou nog mijn wapens krijg en zo. Nee, dat is jammer. Hey, mijn rum is hier nog wel. Die hebben ze toen verwijderd uit Roblox. Maar hij is er nog. Doet deze auto het nog? Nee. Maar goed jongens, we gaan het er heel snel over hebben. Let's go. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan even, want we gaan richting die 4000 abonnees, jongens. En we gaan gelijk beginnen. Wat er nou gaande was, ze zijn offline gehaald door een car dev die de auto's gemaakt zou hebben voor 5R. Dat gaat over een zekere Niels W. En die heeft dus ook voor mijn Roblox game, wat trouwens overigens, daar krijg ik echt veel vragen over, op dit moment een klein beetje stil ligt, maar we zijn eraan bezig, jongens. Daar zat nog TeamSpeed op. Shit, ouwe. Oké. We zijn er dus aan bezig en de fiets werkt ook nog. Lapen shit. Nooit gedacht dat die fiets nog zou werken, maar goed. We zijn er dus aan bezig. Maar goed, dat komt later. Voor nu jongens, gaan we het over 5R hebben. Wat er dus gaande was het volgende... 5R is gewoon offline gehaald door hun car dev. Ze hadden blijkbaar niet betaald of zoiets. Ik weet ook niet precies hoe dat helemaal in elkaar zit. Maar ze hebben gewoon niet betaald voor hun shit of zoiets. En daardoor zijn ze offline gehaald. Dat is een beetje jammer. Maar werkt dit nog? Ik kan het niet zien. Nee. Maar goed jongens, daarom. Wat gaat dat inhouden jongens? Ben je Game Pass week? Nee, blijkbaar niet. Als er een nieuwe game komt, dan gaat het als volgt waarschijnlijk. Dan komen er wel nieuwe Game Passes, die kun je dan gewoon kopen. En daaruit kun je dan... Wow. Ik ben helemaal afgeleid jongens. Ik moet deze video voor de tweede keer opnemen. Ik vind het echt een beetje... Dat ik denk, dus ik ben een beetje van apropos. Dit is niet de video's die ik normaal gesproken zou maken. Maar goed, snel door. Dus die is offline gehaald en je behoudt dus je Game Passes. En dan kun je ze blijkbaar wel opnieuw gaan kopen als er een nieuwe place aankomt. Dit waren trouwens de auto's van vroeger, jongens. Echt waar, willen jullie lachen? Kijk, hierin reden wij. Zelfgemaakt pitje. Oh, prachtig. Een stokje met twee dingetjes erop. Ja, dit is dat. Ja, ze doen het nu niet meer trouwens. Laat dat even duidelijk zijn. Ze hebben ooit wel gereden. Vroeger deed je dat wel gewoon allemaal. Maar die auto's zagen er dus zo uit. Kenteken zag er dus zo uit. Ja, op zich hè. Geloof me. Geloof het of niet. Maar dit was echt the place to be. Top. Hier, gewoon, dat gaat gewoon open. Hoppa. Kijk, dit waren de motoren. Op zich is daar niet zo heel veel aan veranderd, toch? Nou, trouwens op zich. Ze zien er nog wel een beetje... Oh ja, en hier onze rangstreper. Hop, hoofdagent, agent, weet ik het. Maar jongens, ik raak te veel afgeleid. Behoud je je auto's? Ja? Of nee, sorry? Nee. Oh ja, deze ging ook naar beneden. Jongens, ik ben echt... Die ging naar beneden als er een hulpdienstvoertuig aankwam. Dat was wel lijp. Ik ben veel te veel afgeleid. Waar was ik gebleven? Bij de auto's. Ik weet het weer. Ik ben helemaal afgeleid, jongens. Trouwens, wat vonden jullie van mijn vorige video met de Bridge erin? Ik ben helemaal excited. Het lijkt een van mijn eerste video's, maar het komt gewoon omdat ik een game aan het spelen ben. Ondertussen commentaar aan het geven ben en het gaat allemaal niet zo goed samen. Maar ja, dit is voor mij nostalgie. Maar goed, we gingen door. We gaan door. Behoud je je auto's? Jazekers. Of nee, sorry. Nee, ik ben... Ja,
Sorry jongens. Oké, weet je, ik ga het even opnieuw doen. Bij deze. Voor het geval ik het weer allemaal ga doen. Ik ga gewoon even een paar rondjes lopen. Eerst even hier kijken, want voordat ik dat weer ga lezen. Hier wordt nog druk gebouwd. Oké, nou, top. Jongens. Luister. Ik ga gelijk aandacht geven. Oeh. Hey, sommige van jullie zitten mij nu echt uit te lachen. Hè, dat ik hier een beetje dom rond zit te lopen de hele tijd. Afwezig ben. Oh ja, de dingen van Hugo. Hugo. Ben ik nou dat ding aan het besturen? Kijk dit. Nee, maar jongens, even zonder grappen en gollen. Ik zit wel, ik ben de hele tijd afgeleid. Maar ja, wat het dus is, je behoudt niet je auto's. Want ze gaan waarschijnlijk overstappen naar een andere game. En dat heeft ermee te maken dat ze... Ja, bepaalde places, zeg maar. Op één place zit dan de database. En, kijk hoe oud het is. 2017. Dus dit is van 5 jaar geleden, hè. Besef dit even. Dit... dit is 5 jaar geleden. Toen al waren we bezig met de Roblox shit. Ja, ik doe dit echt al lang. Maar nee, ja, jongens. Oh, ik ben groen, zie ik gek. Wow, yo, ik ben helemaal groen uitgeslagen. Maar goed... Ik ben weer afgeleid. Dus je behoudt je auto's niet. En dat heeft ermee te maken dat je aan een place gekoppeld zit. En die place die heeft dan een database. En daar staat het dan op. Dus daar staat in principe gewoon op dat Jantje een Mercedes heeft. En Pietje heeft nog helemaal niks. En ja, zoveel geld heb je bla bla bla. Nou, en dat moet dan... zo, die wegenafwerking ook trouwens. En dat moet zo worden bijgehouden. En ja, dat is gewoon niet mogelijk als je een nieuwe... hoe heet dat? Een nieuwe place aanmaakt. Dus dan moet dat gereset worden helaas. Dus dan zijn je auto's weg, je geld is weg. En ja, de Game Pass is in principe ook. Alleen het punt dan is, wat ze dan kunnen doen is... hoe ga ik dit het beste uitleggen? Nieuwe Game Passes aanmaken. Dus voor nieuwe spelers kunnen daar in ieder geval hun nieuwe shit kopen. En dat heb jij dan al omdat je dat in de vorige place hebt gehaald. Want die behoud je wel. En dat kunnen ze gewoon als Place ID kunnen ze dat erin zetten. Of tenminste, als per Game Pass kunnen ze dan aanvinken. Hè? Met deze ID's. Als je die gekocht hebt, dan krijg je dat item. En dan kun je dat item gebruiken, bla bla bla. Dus een beetje lastig uit te leggen voor nu. Ja, ik wil het zo simpel mogelijk houden in ieder geval. Ik kan daar echt wel een keer een video over maken. Willen jullie dat ooit zien, moet je dat maar even laten weten. Dat wordt dan echt een dev video. Nou, deffen met Kier. Dat gaat niet goed. Je ziet wat dit voor creaties zijn. Dit is echt de domste creatie ooit. Nu zouden we dit afzeiken. Ik kan me niet voorstellen dat dit 30 man heeft gespeeld. Maar goed, blijkbaar vonden mensen het heel erg leuk. Dat is ons politiebureau wat volgens mij ook nog eens gejat is. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dat is verleden tijd. maar ja, jongens, dat was het dus. En je kan dus je auto's, moet je dus even opnieuw halen. Maar goed, jongens, jullie weten het. Jullie zijn grinders, jullie kunnen dat. Jullie halen dat echt binnen een miljoen. En ik zal een voorstel doen op het moment dat je al je geld in auto's kwijt bent. Om de komende maand in ieder geval, ja, dat het wat makkelijker gaat of zo. Of de komende 2 weken, weet je wel. Dat je wat meer krijgt voor je plantjes of voor je bloemetjes of weet ik het wat allemaal. Dat je even wat sneller omhoog gaat en dat ze het daarna weer downgraden. Zo kun je wat makkelijker bij je dingetjes komen. Ik merk wel dat ik echt afgeleid ben in deze video. Dus ik ga het even voor jullie op een rijtje neerzetten. Je Game Pass behoud je dus wel. En dat heeft dus mee te maken dat je dan inderdaad een nieuwe place hebt. Maar dat dan overgezet kan worden. En de auto's niet. En dat heeft er dan mee te maken. Auto's en geld, hè. Dat heeft er dan mee te maken dat de database gereset wordt. En ja, dat komt dus eigenlijk uiteindelijk allemaal weer goed. Alleen ja, het geld is dat, ja, dat moet je maar zelf weer zien te fixen. Dat gaat een beetje lastig worden, denk ik. Maar goed, jongens, jullie komen er wel. Ik zit ondertussen hier even te kijken. Maar ik denk dat dit het bureau is waar ik ooit mee begonnen ben. Jongens, ik heb toch ergens een video staan, dat wil je niet weten. Gaan die even, weet je, die gaan we kijken voor de video van de volgende keer. Als ik weer een video ga maken. Dan gaan we het hebben over, gaan we het hebben over mijn eerste video's-achtige dingen, zeg maar. Hier, we hebben zelfs nog de selfie-stick, gek. Ja, jongens, dus voor nu, dit is wat ik weet over Fiverr. Het was echt een rommelige video, maar vergeet niet in ieder geval te abonneren, zo.
En ja, ik hoop dat de volgende video wat beter gaat. Ik kan blijkbaar niet richten op een verhaal waar ik dingen bij moet onthouden. En vervolgens ook nog allemaal dingen van vroeger terugzie. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie van mijn oude mappen vinden. Ik vind dit wel grappig eigenlijk. Moet ik eerlijk toegeven. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je genoeg duidelijkheid en dan zo, jongen. Echt waar. Oh, het is ook 4 uur 's nachts, jongens. Voor mij is het ook laat. Ik wilde mijn nest in, maar ik had nog geen video. En toen dacht ik, ja, de meest gestelde vraag ondertussen in mijn DM is: hoe zit het met de Game Passes, bla bla bla. Dus ik dacht, ik ga de antwoord op geven. Alleen, ik kom allemaal niet uit mijn woorden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik zoals altijd, laters.